Het vissersdorp Urk. Ik ben er met zangeres José Koning. Ooit een vrouw van Lennart Nijg, een van de beroemdste tekstschrijvers van ons land. Hij schreef veel liedjes voor onder andere Boudewijn de Grote en Rob de Nijs. Meneer de president, wel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Lennart Nijg was ook eigenaar van een kotter. En nu, 14 jaar na zijn dood, is zijn schip op wens van de familie terug op Urk. Familie en vrienden zamelen nu geld in om de UK-114 op te knappen en te behouden. Wat was dat? Wat had hij met deze plek? Het schip, de jonge Jacob, de UK-114, komt hier vandaan. Hier heeft Lennart het gekocht als oude vissersboot. En heeft het opgeknapt en is ermee gaan varen. En dat heeft hij altijd gedaan eigenlijk vanaf dat moment. De liefde die hij voor dit schip had, die voel ik nu als ik het schip zie. Hij is er een beetje? Ja, straks gaat de zon ook schijnen hoor. Ja. Dan doet hij even mee. Ja, geeft hij een knipoog. Ja. Maar die zon laat nog even op zich wachten. Koud. Alles draait om de boot eigenlijk. En die had hij al toen jij hem leerde kennen? Ja. Ik leerde Lennart kennen in 1979, daar staat het ook. En toen we elkaar ontmoetten, het was een hele koude winter. Mm-hmm. Ik kwam aangeglibberd in de kroeg in Haarlem. En daar stond Lennart en die zag me. En hij liep naar me toe en hij is nooit meer weggegaan. Liefde op het eerste gezicht? Van hem zeker, denk ik, ja. Hoeveel tijd van het jaar zaten jullie op die boot? Waren jullie aan het varen? In ieder geval de hele zomer. Mm-hmm. We voeren naar Engeland en daarna gingen we nog een beetje daarna vakantie houden. Voeren we naar de Wadden, meestal naar Vlieland. Wat was Lennart nou voor man? Hoe zou je hem willen omschrijven? Oh, dat is niet in twee woorden uit te leggen, maar Lennart was een dromer. Ja? In de eerste plaats een grote dromer die zijn eigen wereld creëerde. Die het liefst aan boord van dat schip stond, achter het roer en kon dromen en de wijdheid en de einder zag. En ik denk dat dat Lennart vooral heel erg is. Lennart stond niet bepaald met zijn beide benen op de grond. De werkelijkheid was altijd veel harder dan in zijn dromen, in zijn fantasie. Vandaar ook dat schip misschien. Ja, ik denk ook. Die trek naar de zee, ja. Het water. Ja. Wenden bij de steven, bij de haven. Hoop dan en geloof, we keren weer. Daar waar zij die achterbleven wachten. In het mooiste dorp van heel het IJsselmeer. Nou hier, dit is hem hè. Ligt hij toch te stralen in de zon. Wauw. Je had het nog zo gezegd. Zie je wel. Lennart werkt wel mee. We gaan omhoog. Durf je? Ja, voorzichtig. Ja. Nou, welkom aan boord, dames. Hi, Fokker. Hallo. Hi, hallo. Hoi. Hallo. Dank je wel. Die Fokker. Ja. Dat is een bord. Waarom dat is een bord, ja. Dat, waar komt die te hangen? Die hangt officieel hier. Ja? De jonge Jacob. De jonge Jacob. Ja. Dat is een schip. Ja. De jonge Jacob. En de bel hangt er nog steeds. De bel. Doet hij het nog? Nou, komt wel. Het geluid uit, ja. Hey, Fokker, jij maakt je echt heel erg hard voor dit schip, voor de jonge Jacob. Dat alle gaten worden gedicht en zo. Lennart heeft hier 33 jaar op gevaren. Het was zijn passie, het was zijn leven. Ja. En het was een inspiratiebron. En ik vind dat hier op dit schip, omdat er zoveel mooie teksten geschreven zijn op dit schip, vind ik dat het een stuk erfgoed is. Muzikaal varend erfgoed, noem ik het. Ja, mooi. En het schip is aan alle kanten lek. En we gaan er alles aan doen om dit schip in de vaart te houden. Dat is echt mijn passie, mijn drive. Ja. We gaan 2 december gaan we theater in. Met, José doet ook mee. En dan gaan we een benefietconcept organiseren. En we hebben uitverkochte zaal, dus dat is hartstikke mooi. Maar waarom is het zo belangrijk dat het schip weer ook gaat varen en zo? Nou, ik denk wanneer je met het schip weer gaat varen, dat je de verhalen van Lennart ook levend houdt. Volwassen worden van de Nederlandstalige muziek hebben we te danken aan Lennart. Ja. Mogen we er eventjes in? Mogen we in het vooronder, het roefje? Ja, daar. Waar is dat? Die kant op. Maar het is wel een puinzooi. Maar goed, dat
We komen meteen in de keuken terecht. En José weet hoe je er naar beneden gaat. Achterstevoren gaat. Tuurlijk. En dan moet je even zo ruiken. Dan ruikt het weer zo. Lennart die toverde hier hele Indische maaltijden tevoorschijn. Die kon ongelooflijk goed Indisch koken. En er werd ook gerookt, volgens mij. Lennart rookte vrij veel Gauloises. Ja, dit zijn de sporen nog daarvan. Sporen van Lennart. Hoe is het nou om hier te zijn weer? In het schip? Raar. Moeilijk. Ja? Waarom moeilijk? Tja. Het is geweest. Het is geweest. Het is mooi geweest. Nou, omdat het mooi geweest is, ja. Mooie herinneringen. Ja. Ja. Ja, het was een mooie tijd. En wat ik al zei, het schip is weer thuis. Het is op een goede plek terechtgekomen. Het had niet beter gekund dan dat het hier nu is.